Op de dag dat Zutphenaar Henk Kamp is begonnen met het spreken met politieke partijen in de verkenningen voor de formatie van een nieuw kabinet. En dat duidelijk werd dat boodschappen doen bij meerdere supermarkten op zoek naar koopjes niet loont, praten wij aan tafel over de afgelopen verkiezingen, sterren springen en over een heuse Achterhoekse film. Het is vrijdag 14 september 2012. Dit is Gelderland Vandaag. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Gelderland Vandaag. En zoals al gezegd, we hebben gasten aan tafel met verstand van politiek. Die komt zo meteen nog aan, want hij staat in de file. Zo gaat het. We hebben ook verstand van politiek. Ja, goed. Ja. Maar degene die daar juist voor uitgenodigd is, ja, die staat in de Achterhoek in de file. In zijn eigen file. Zijn D-file. We hebben het over schoonspringen. Daarvoor zit Emiel Raterband hier natuurlijk aan tafel. En we gaan het hebben over een heuse film die hier in de Achterhoek gemaakt is. Hartelijk welkom allemaal. Sterren springen. Ja. Gevaarlijke hobby. Ja, echt gevaarlijk. En ze vroegen mij een week of acht geleden, vroegen ze mij daarvoor. En ik dacht bij mezelf, ja, maar luister, moet ik dat nou nog doen op mijn leeftijd? En ja. Mijn enigszins corpulente lijf. Sportief gesteld. En gestalte. Nou ja, precies, exact. Dus en toen dacht ik bij mezelf, ach, als kind zijn een jaartje 50, 55 geleden, dan dook ik gewoon in Tialf en in Klarenbeek. Dook ik gewoon nog altijd van de hoge duikplank af. Dus ik denk bij mezelf, laat ik maar meedoen. Ik wil daar straks natuurlijk alles van weten, want het is een gevaarlijke sport. Jody Bernal is ook al gewond geraakt, met die brad gewond geraakt. Ja. En zo zijn er zes mensen die... ik wil daar straks alles van weten hoe dat allemaal zit. Ja. Film in de Achterhoek. Ja, dat klopt. Waarom in de Achterhoek? Waarom in de Achterhoek? Nou, eigenlijk om een hele simpele reden. Ik kom zelf uit de Achterhoek en ik ken daar veel mensen, veel plekken. En ik had zoiets van, ik vind het een perfecte locatie, een perfecte plek om gewoon eens terug te keren naar mijn roots. Want ik studeer in Brussel en ik kom nog maar weinig hier. Maar ik vond dit een leuk gebied om een film op te nemen. Ja. Ja. En wat voor soort film heb je gemaakt? Het is eigenlijk een beetje een zwarte komedie. Het is gewoon... Wat moet ik daaronder verstaan? Nou, het is een film over... een comedy, zo kan ik het eigenlijk best zeggen. Er kan flink om gelachen worden. Hopelijk wordt er flink om gelachen. En tot nu toe wel, bij de vertoning die ik al heb gehad. En ook op mijn school zelf. Dus ik ben tot nu toe nog wel tevreden, ja. Heeft die film ook nog te maken met de regio? Niet zozeer. In die zin, ik heb wel gefilmd, ik heb wel gewerkt met mensen uit de omgeving van Achterhoek. En ik heb, maar ik zou niet willen zeggen dat het een typisch Achterhoekse film is. Sowieso vind ik het heel moeilijk om te zeggen wat typisch Achterhoek is. Ja. Dan zou het misschien moeten gaan over... goed. Maar de discussie gaat er de laatste tijd nogal over, hè? Wat is nou Achterhoek, de Achterhoekse cultuur enzovoort? Ja, ik moet zeggen dat ik het wel interessant vind... om daar misschien wel in mijn volgende film iets meer mee te gaan doen. Om daar eens naar op zoek te gaan wat dat dan precies is. Wat is nou typisch Achterhoek? Ja. Er zijn er genoeg... Maar het is natuurlijk wel in om vandaag de dag een film te maken in jouw buurt. Dus bijvoorbeeld in Twente, bij Normaal. Of in Limburg. Twente en Normaal, dat is een klassieker, hoor. Alleen al om die vooroordelen uit de weg te ruimen, zou ik er veel over de accenten moeten maken. Juist speciaal die accenten dus naar voren te laten komen. Ja, dat is waar. Je hebt natuurlijk ook tegenwoordig ook veel van die regio-soaps heb je natuurlijk ook gehad en zo. Ja. Dus daarin zie je dat wel terug. Daar zijn wel interesse voor. Ik vind het wel leuk om even te kijken, want Emiel Raterband natuurlijk als gast hier hartelijk welkom. Maar wat weet jij van de Achterhoek? We hebben het er nou zo. Nou, wat weet je van Oost-Gelderland? Ik weet er heel veel van, toevallig. Want mijn vader, mijn opa, is geboren in Baak. In Baak? In Baak. De meeste mensen uit de Achterhoek weten niet eens waar Baak ligt. Maar dat ligt dus gewoon achter Doetinchem. En die had daar een café. Ja. En die had ook nog werkzaamheden bij de ijzergieterij in Doetinchem. Kijk dan. En die liep elke dag van Baak naar Doetinchem. En die had dan nog zijn café daarbij. En dus mijn vader is dus uiteindelijk naar Arnhem toegekomen... om daar bakker te worden. Ja. Dus ik heb heel veel familie, woonde althans daar. Ja. De roots liggen hier als het ware, zou je kunnen zeggen. Ik ga altijd in Voorde eten en ik eet altijd nog in... hoe heet dat, daarachter om de hoek, waar is dat? God, maar ik het even kwijt. Je hebt de oude Keppel, Nieuwe Keppel. Hoge Keppel en Laag Keppel natuurlijk, Dus daar eet ik vrij regelmatig, want ik vind dat de plekken waar je eigenlijk nog echt kan eten. Ja. Want daar staat geen Surinamer of
het een of andere Joegoslaaf achter de kist. Het is gewoon Nederlandse spul kun je daar krijgen. Ja. Dus wat dat betreft, ja. Wat voor imago heeft Achterhoek voor je? Voor mij? Ja. Ik ben natuurlijk bevoordeeld. Want, ja, nee, maar het is wel leuk. Ik vind het altijd leuk als ik in Amsterdam kom of wat dan ook. Om te weten hoe mensen over de Achterhoek denken. Nou ja, ik zeg altijd, wij ze komen uit het oosten. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk het antwoord. Ja. Wij ze komen uit het oosten. Ik krijg dan meestal ook als antwoord, maar ze trekken naar het westen. Ja, dat is dan toch wel weer wat anders. Maar ik vind wel dus dat de Achterhoek zelf, op zich, het is rustig, het is betrouwbaar, het is christelijk. Ja. De oude waarden en normen zijn daar. Maar, ja, ik moet zeggen, dat is een deel daarvan, maar ik moet toch zeggen dat er ook wel een hoop vooroordelen zijn over de Achterhoek. Er wordt vaak geassocieerd met boeren, lomp, hè, zwarte cross, veel drinken, dat soort dingen. En dat moet zeggen, dat vind ik wel lastig soms. Als je dan hoort, als ik dan in andere steden kom en ik zeg van ik kom uit de Achterhoek, dan zeggen ze van, goh, ik had er heel iemand anders voorgesteld. Of een heel soort ander type of zo. En dat merk je wel heel erg. Hoor dat niet. Ik hoor alleen maar Achterhoek, alleen maar positieve verhalen van. Nou oké, dan ben je blij om te horen. Ja, maar hard werken, positieve verhalen veel, denk ik in de traditionele zin. Hard werken, niet zeuren. Is er iets verkeerds aan of wel? Er zijn ook wel wat modernere dingen hier in de Achterhoek aan de gang, lijkt me. Maar die zijn heel vaak niet bekend. Zeker dus de positieve dingen hoor je toch wel. Ik hoor nooit van veel drinken of zo. Want normaal, die komt er niet uit Twente, maar die komt dan dus uit Overijssel. Dan zeg ik het nou goed. Normaal. We maken gewoon hier een paar keer dezelfde fout. Maakt niet uit. In het westen is Twente en de Achterhoek, dat is hetzelfde. Maakt niet uit. Ze komen uit Twente, ze komen uit Oosten. Ze komen uit Oosten, maar niet uit de Achterhoek, toch? Dus ze komen uit de Achterhoek, De Zwarte Cross is dus in het... bij Silvolde daar in de buurt en zo. Lichtenvoorde. Dat is wel de Achterhoek. Excuus aanbieden. Hartje Achterhoek. Ja, echt typische Achterhoek. Ja, daarom is het al interessant om een film over de Achterhoek te maken. Alleen al om die reden. Om die vooroordelen weg te nemen. Ja, precies. Ja. Nou. Sterren springen. Daar hadden we het net al over. Wat beweegt iemand om mee te doen met sterren springen? Ze belde op van iWorks of ik dat mee wilde doen voor SBS. En toen dacht ik bij mezelf, maar luister, in eerste instantie van waarom zou ik dat nog doen? Ik ben 63 jaar en nog even weer het hele traject ingaan van oefenen en dergelijke. En tegelijkertijd dacht ik overmoedig van, als kind zijnde, dus een jaartje 50, 55 geleden, sprong ik nog van de hoge duikplank af en dook ik overal een mooie zweefduik of ik maakte een bommetje. En ik denk, ik doe mee. Ja. Dus dat was eigenlijk voor de leut. Criticasters die zeggen van, moeten we nou echt naar die mensen kijken die niet echt kunnen springen en die dat dan doen en die dat dan doen om in de publiciteit te komen daar... Nee, dat is helemaal een verkeerde voorstelling van zaken. Ik heb ook meegedaan om te laten zien dat als je 63 bent, dat je je grenzen nog kunt verleggen. En als je kijkt naar de deelnemers allemaal, de jongste is 17, hè, dus Ralf Maggenbach en de oudste was ik dan, de 63. En dan zie je dus gewoon dat je dus allemaal begint met niks, want je kunt allemaal eigenlijk niets. Er was zelfs Justine was erbij, die kon niet eens zwemmen. En heel veel mensen hadden hoogtevrees. Ja. En dan zie je dat mensen dus binnen no time hun grenzen kunnen verleggen. Dus ik denk dat je het meer moet zien als een soort metafoor, als een soort symbolisch iets. Dat je dus gewoon ook, wat voor je leeftijd ook is, dat je allerlei dingen nog kunt doen waarvan je eigenlijk denkt, raar, vreemd. Angstig. Zin past het natuurlijk in je straatje. Exact, je hebt het exact. Over lopen over, lopen vuur. Over vuur, je springen hebt springen glas, al dat soort zaken. Dan maar op. En daar, wordt dit nou een nieuwe gimmick van Joop? Nee. Dus goed, ik ga met bedrijfsgroepen naar het zwembad. Ik heb er wel over nagedacht. Want het is heel makkelijk om te zeggen, het is 10 meter hoog, dus dan ga ik even omhoog. Maar dan naar beneden te springen, dat is natuurlijk even, of naar beneden te duiken met je hoofd naar beneden. Want bijvoorbeeld Joeri van Gelder, die toch eigenlijk een klasse kanjer is met turnen. Die had toch echt heel veel moeite. Want waarom? Normaal komt hij op zijn voetjes terecht en dan moet hij maar zo op zijn hoofdje terechtkomen. Ja. Dus een hele andere techniek. En normaal heeft hij ook dat houvast aan de ringen. En nou moet hij in de lucht, moet hij zonder houvast de dingen doen. Dat lijkt me heel verschrikkelijk. Ik heb zelf een beetje watervrees, dus ik spring er niet zo makkelijk. Zou jij het makkelijk doen? Nou, nee, eigenlijk niet. Als ze jou zouden vragen? Absoluut niet. Absoluut ik denk niet. Het niet. Nou. Nee, maar ik vraag me ook eigenlijk af, van, is het voor iedereen, wat jij geeft nu aan, dat ook een beetje is van, een beetje grenzen verleggen en zo. Is dat eigenlijk voor iedereen de insteek geweest die aan het programma heeft meegedaan? Nee, want één die deed het gewoon om in de publiciteit te komen, de ander die deed het gewoon om de grenzen te verleggen, de ander wilde een voorbeeld zijn, de ander die vond het gewoon leuk, de ander die kreeg een diploma, dus die Justine heeft een diploma gehaald. Ja, precies, dat is duidelijk. Dus iedereen heeft natuurlijk andere beweegredenen. Ja. Maar mijn beweegreden was echt gewoon echt a priori om te laten zien dat als je 63 bent, dat je nog iets kan waarvan je dacht dat je het niet kon.
Ja, dat laat zien. Dus je bent nooit te oud om te leren. Dat is eigenlijk een beetje het Nee, absoluut niet. Hebben de producers en zo, de mensen van de productie, rekening mee gehouden met het gevaar wat er is? Hadden ze dat voorzien? Ja, want we hebben allemaal moeten tekenen dat het gevaar voor ons eigen risico was. Maar er zijn dus ook 6 mensen gewond geraakt. Nou ja, ik had zelf ook een... Dat was dus namelijk op een zeker moment. We trainden of in Amsterdam, of in Amersfoort, of in Eindhoven. Allemaal Olympische baden. En daar hebben ze namelijk een bubbel onderin in de bodem zitten. Dat als het heel gevaarlijk is en je duikt voor de eerste keer. Water is net zo hard als beton als je erop komt. Ja. Dat als je voor de eerste keer een nieuwe duik maakt. Dan laten ze van onder de lucht komen. En dan breekt het water als het ware. Dus dan is het niet zo gevaarlijk als je dan als je valt op je buik of op je rug of op je gezicht. Zo. Dus nou, dat was klaar. Ik zou een nieuwe duik maken. En ik stond boven de plank van 5 meter slechts. En ik maak die duik. Ze tellen af 3, 2, 1. En ik duik bij 1. En op dat moment komt die bubbel omhoog. En ik schrik eigenlijk van die bubbel. Ik raak uit mijn concentratie. En in plaats van dus echt me gestrekt te houden, ja, doe ik zo. En ik had mijn triceps waren echt niet gescheurd, maar wel er tegenaan. En mijn ruggenwervel was uit het lood. En ik had twee ribben die waren gekneusd. Dus ik heb echt 2 weken niet kunnen trainen. Omdat het echt gewoon echt heel gevaarlijk was. Zullen we even een stukje kijken? Even lachen. Je zwembroek. Ja, dat hoef ik niet. Je mag hem aandoen. Oké. Nou, daar gaan we dan. Raakte ik eigenlijk uit concentratie en dus sloeg ik over. Ja, maar je eigenlijk gewoon zo recht naar beneden. En dus door dat chakra te roepen ging ik uit balans en sloeg ik over. Eigenlijk. Wat me opvalt is dat er 2 vormen van concentratie zijn. Dat zag ik bij jou ook. Ja, dat, de ene die je naar binnen trekt, waarbij je zegt, nou moet ik met mezelf bezig. En de andere naar buiten toe. Ja. En ik denk dat je gelijk hebt als je zegt, ik ga zo met dat chakra naar buiten. Ja. Dat je dan de neiging hebt om door te slaan. Ja, ja. Dus ik had, mijn vrouw zei nog, die zat in de zaal, die zei nog tegen me. Ik had het nog willen zeggen van tevoren. Maar goed, ik dacht, ik zeg maar niks. Ik zei, liever, het had nog wel gezegd. Want dan had ik dus dat niet gedaan. Was dit die sprong overigens waar je last mee kreeg? Nee. Dit was op de uitzending. Dit was op de uitzending. Ik had 4 weken daarvoor had ik dus die blessure opgelopen. Oh, verschrikkelijk lijkt me dat. Had je niet toen je die blessure opliep dat je dacht van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik stopte mee. Zeker omdat je hebt toch... Nee, dus die blessure was voor mij juist de uitdaging. Om dan dus juist verder te gaan. Ja, okay, om nog beter te doen natuurlijk. Want ja, maar luister, laat je niet door kisten. Ja. Maar goed, dan wel pijn en de chiropractor erbij om je rug recht te zetten. Maar je wist wel dat je dat echt kon verwachten. Je wist dat het... Nee, ik had echt niet kunnen verwachten dat het zulke klappen gaf. Ja. Want als kind zijn duik je natuurlijk de rivier in en de planken, dus zie je geen gevaar. Maar dus Jode Benal die heeft 2 keer toen een hersenschudding gehad. Ja. Ralf hetzelfde laken in een pak. Ja. Nou, we hebben de sprong van Petty gezien waar ik kippenvel over kreeg. Ja, goed. Nou, ja, Adje meerdere keren, die was zo rood als een kreeft. Ja. Niet van de hitte, maar wel van het platvallen. Ja. Nou, dan hadden we nog, Jaap Terreur. Ja. Die is bijna 3 keer verdronken. Ja. Want ik was dus zo diep door zijn gewicht. Vanaf 5 meter ging hij dus 5 meter naar beneden. Maar als je dus springt, dan blaas je uit. Ja, precies. En dus hij zakte naar beneden, naar die 5 meter. En kon hier snel genoeg boven komen door zijn gewicht. En bleef nog een beetje drijven. Ja. En dan moet je zelf... en Emiel, ik had nog zo gezegd... Wat had je gezegd? Je hebt mij niks gezegd. Vertel eens, wat had je gezegd? We gaan er even tussenuit. Want we hebben natuurlijk ook altijd gesprekken met mensen op straat. En daar vragen we de mening over allerlei actuele zaken. Daar gaan we nou even naartoe. Want de stelling die we afgelopen woensdag voorlegden was... Ik ben blij dat die verkiezingen nu voorbij... dat die verkiezingstijd voorbij is. En hoe daarover wordt gedacht op straat in Borculo, dat ziet u nou. Nou, ik heb me er niet te veel van aangetrokken, want ik ben altijd heel erg rustig erover. Omdat ik denk, in een democratie zal alles wel elkaar in evenwicht houden. Ja. En dat is ook gebeurd. Dus in Nederland krijg je nooit heel extreme. Ja hoor, ik ben heel blij. Ja. Want de televisie stond er bol van. Ja. Ja, en nu is dat niet meer? Nee, gelukkig niet. Vind je het niet jammer? Nee, helemaal niet. Je hebt jezelf ook je drukke leven, dus dat... Maar toch natuurlijk, die laatste weken volg je het wel, hè? Want dan is het toch nek aan nek race en heel spannend.
eindelijk dat, nou ja, dat gedoe allemaal een beetje achter de rug. Ja. Oh, ik moest iedere avond kijken. Maar ja. Van wie? Van mezelf. Ik denk dat nu maar de grootste partijen moeten gaan, samen moeten maar gaan regeren dan. Hè. Een beetje van links en een beetje van rechts, overal maar wat vanaf. Die lui die eenmaal op die zetel zitten, die doen toch maar wat ze zelf willen. Dus of je nou door de kat of de hond gebeten wordt, nee, dat doet me niks. Het wordt nu natuurlijk spannend, hè? 18 september, Prinsjesdag. En dan, ja. Ja, maar eens even kijken. Radio stilte, zegt Rutte. Ja. En, nou ja, afwachten. Ja. Ja, en dit is dan uiteindelijk de uitslag van die stelling. 63% is het ermee eens en 37% kon er maar geen genoeg van krijgen. Nou, ik hoor bij die 37%, ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe het nou verder gaat. Ben je al zat van de politiek? Nou, maar luister, ik vond het eigenlijk een beetje opgeblazen allemaal. Ik was bij het lijsttrekkersdebat in het Carré. En daar zag je dan de jongens met elkaar en de dame dan met elkaar, ja, een beetje voordat de, ja, camera's gingen draaien en nadat de camera's uit waren. En ik heb daarna nog 3 debatten gevolgd en het was precies hetzelfde. Ze zeiden precies dezelfde dingen. Het is een herhaling van zetten geweest. Ja. En er komt natuurlijk ook bij, dat moeten we niet vergeten, die mensen vanuit hun vak debatteren, zei je altijd in de Tweede Kamer. Dus, en dat ze dus eigenlijk zo weinig productief waren, ja, in het bedenken van weinig de nieuwe dingen. Wat ik, mag ik nog even één ding zeggen? En kort! Ja, heel kort, maar dat vind ik wel namelijk een tekortkoming van het democratisch stelsel. En dat is namelijk dat dus alle nieuwe partijen, dat zijn er maar ongeveer een stuk of 12, dat die absoluut geen enkele aandacht hebben gekregen. Nee, hebben bijna, in de media niet, in de kranten ze niet. Zijn allemaal bij ons aan tafel geweest, zoals u, okay, heeft kunnen zien. Wij hebben ze allemaal de nodige media aandacht, ja, gegeven. Daar zijn we ook heel trots op. De enige, ja, die niet heeft gereageerd was de PVV. Die zijn niet op onze uitnodiging ingegaan. Ja, ja. Nou ja, goed. We hebben voor de rest alle partijen. Daarom hebben ze natuurlijk ook verloren. Ben jij het al zat? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, ik weet je, het is nu een ander proces. Het is nu het formeren. Dat, ja, is toch, ik ben wel blij dat we klaar zijn met die debatten. Wat inderdaad wat Emiel ook zegt. Het was op een gegeven moment gewoon een herhaling van zetten. Ja, we hoorden allemaal dezelfde dingen. Ja. En we waren ook echt heel erg veel. Weet je wat? We gaan het over heel andere dingen hebben. We gaan het ook over een nieuwe stelling hebben. Want die nieuwe stelling voor jullie, daar kunnen jullie op reageren. En dat is voor deze. Voor de Achterhoekers is de nieuwe stichting Achterhoek Toerisme een aanwinst. En dat natuurlijk allemaal naar aanleiding van het faillissement van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme en de VVV. Die op de fles zijn gegaan. Is het een aanwinst? Heeft de Achterhoek er wat aan of niet? Laat het ons weten door te reageren via Twitter, Facebook of via de e-mail. Maandag krijgt u van ons dan de uitslag. En als ik daar zo kijk, ja, fantastisch. Daar komt Remco ten Barge aan van het CDA. Ja. Hey, hallo. Remco ten Barge. Hi. Hartelijk welkom. Remco ten Barge. Hi. Hallo, Jochem. Hey. Hi. Je bent een beetje laat, hè? Yes, file. Dat je in de zelfgecreëerde file stond van het CDA. Nou, we doen veel aan bereikbaarheid. Ja, maar dat gaan we. Dat je er nu te laat aan komt schijten. Kan altijd beter, zeker in de Achterhoek. Ja, ja, ja. Rust eerst even lekker uit. Neem een slokje, wen even aan de sfeer. Want we gaan eerst even met Jorn praten over de film die hij hier in de Achterhoek heeft opgenomen. Jorn. Ja. Je hebt net al het een en ander verteld, de zwarte, ja, komedie hier, ja, in de Achterhoek. Wat was je beweegreden om dit juist hier in de Achterhoek te doen? Want... Nou ja, inderdaad, wat ik al eerder zei is, ik kom zelf uit de Achterhoek. En ik ken een heleboel mensen die hier ook wonen. Dus op die manier kun je makkelijk, als je iets nodig hebt, een plek, een bepaalde requisiet, bijvoorbeeld een bepaald voorwerp of auto's of weet ik veel wat, kun je dat makkelijk regelen. Want dat je hebt veel mensen. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Want los van het feit dat je regisseert, moest ik zelf ook de productie doen. Dus ik moest zelf op zoek naar locaties, acteurs, de hele inrichting van de locatie, ja, moest ik zelf allemaal regelen. En Achterhoek heeft veel toneelgezelschappen, daar heb je waarschijnlijk gebruik, ja, van gemaakt. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik heb dat al bij een film hiervoor, want hiervoor heb ik ook al een film opgenomen in Achterhoek en nu weer, heb ik gebruik gemaakt van die toneelgroepen door daar te gaan kijken. En te kijken, ja, van wat mensen een beetje, ja, of mensen een beetje goed zijn of geschikt voor de film. Hoef je geen, ja, casting te organiseren, maar, ja, kun je op die manier gewoon makkelijk een beetje rondkijken. Ja. En, maar ik kan me niet voorstellen dat je door Doetinchem loopt, door de Grutstraat, en dat je dan ineens denkt van, weet je wat, oh, maandag niks te doen, ik ga een film opnemen. Nee, zo gaat het inderdaad niet. In welk kader? Nou, ik zit zelf op een filmschool in Brussel en ik ga nu naar het derde jaar en ik moest dus voor school moest ik gewoon een film maken. En ik vind natuurlijk regisseur, dus echt filmregie, dus dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Dus ik liep al heel lang met het idee rond, ik moest het zelf schrijven. Zo. En dan kom je op een gegeven moment op een idee van, nou ja, het lijkt me interessant om iets te doen met een restaurant. Ja. En daar ben ik bij begonnen, met restaurantmedewerkers die in de problemen raken.
En het was dan niet zozeer dat ik dacht van, goh, dat kan alleen maar in de Achterhoek. Maar het was vooral inderdaad in eerste instantie praktische overweging. Ja, dat ik dacht van, ik doe het in de Achterhoek. Ja. En zeker, en dat merk ik nu ook, is dat mensen daar heel erg voor openstaan. Ja. Omdat je, film maken uit de Achterhoek. Ze kennen dat niet zo heel veel. Er gebeurt hier niet zo heel veel. Er gebeurt niet zo heel veel met film. Dan ben je toch meestal een beetje in de Randstad. Zie je dat toch dat gebeurt. En dat is ook wel interessant. Dus ik geloof ook wel dat er best wel... Misschien wel markt. Maar moet je in het kader van je studie, moet je dan alles zelf doen? Productie, regie? Ja, dat is wel moeilijk hoor. Want zeker als je kijkt gewoon in professionele filmsets, dan gebeurt dat allemaal, is iedereen gewoon een duidelijke taakverdeling. Ja. En dat was wel moeilijk. In die zin dat ik heb het zelf geschreven. Ik heb het zelf geregisseerd. Ik heb zelf de montage gedaan. En ik heb dus ook zelf de productie moeten doen. Nog net niet zelf geacteerd. Nee, precies. Dat heb ik nog net niet zelf gedaan. Maar dat ga ik zeker voor mijn volgende film. Ja. In het derde jaar wil ik dat wel anders gaan doen. Ik wil kijken of ik iemand kan zien te vinden die de productie voor mij wil doen. Zullen we even kijken hoe het gegaan is? Want ja, dan graag. Dan hebben mensen een beeld. Ja, dat is een scène uit de film. Kijk eens, dan gaan we even kijken. Ja. Martin, dit was echt ongelooflijk lekker. Dat is fijn. Ga zitten. Martin, waarom ben ik hier? Omdat ik niet betaal. Omdat jij niet betaalt, inderdaad. Geef me nog een week, dan kan ik betalen, echt waar. Want het was een rustige periode, maar het is zo afgelopen. Martin, het werk wat ik doe is niet leuk. Ik moet vanmiddag nog naar 3 anderen die me precies exact hetzelfde verhaal vertellen als wat jij nu doet. Weet je, ik word daar zo moe van. Eigenlijk ben ik ook gewoon toe aan vakantie. Maar dat kende ze gewoon niet. Door gasten als jullie. Ja, knap hoor. Veel verstilling erin. Ja. Veel verstilling, veel stille momenten, weinig tekst. Ja, nou, ik heb inderdaad bewust in deze scène heb ik daar ook voor gekozen. Ook omdat het een heel spannend moment is in de film eigenlijk. Dit is de kale man is de crimineel. Ik denk dat het ook wel een beetje zo overkomt. Dank en de andere man is... Nee, we zijn er weer. Nee, ja. Nee, goed. En dit is het gesprek tussen de restauranteigenaar vrij in het begin van de film. En het is bepalend voor het verdere verloop van de film. De restauranteigenaar zit in de problemen, heeft een enorme schuld. En heeft een lening aangegaan bij die crimineel. Ja. En nu de crimineel dus het geld terug wil, kan hij dat niet betalen. En wil hij het restaurant leeghalen en raakt die man in paniek. En slaat die crimineel neer met grote gevolgen voor die eigenaar en zijn personeel. En wat die gevolgen zijn, dat moeten we nog maar eens even gaan zien. Ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk gaan zien. Hoe lang duurt die film? Het is een korte film, het duurt 20 minuten. En waar zit je bij dan? Want ik wil hem wel zien. Ik vind het nu al intrigerend. Nou, ja, daar ben ik blij om. Toch niet, hè? Ja. Ik ook. Ja, nou ja, heb ik nog niet een plek gevonden om het uit te zenden. Maar laten we na de uitzending maar even wat onderhandelingen gaan doen. Want we gaan eerst even naar een andere kant van de medaille. We hebben namelijk ook nog in dit programma een reportage voor jullie. Want het prachtige kasteel in Ruurlo is verkocht. Burgemeester Bloemen is blij met de verkoop van het kasteel aan zakenman Hans Melgers. Kijkt u maar even. We zijn heel erg blij dat we eindelijk, na heel veel jaren, een werk waar een fantastische bestemming gevonden hebben en een fantastische koper die zeer zijn nek uitsteekt en in het kasteel Huize Ruurlo een dépendance gaat maken van het Museum voor Modern Realisme en dat is de heer Hans Melgers uitvoerder. Ik ken hem nog uit zijn Arnhemse tijd, ik heb ook in Arnhem gewoond en we zijn elkaar wel eens een keer tegengekomen en hij heeft een jaar geleden met mij contact gezocht omdat hij zeer geïnteresseerd was in de zogeheten Schieringa-collectie Modern Realisme. Dat was hij eigenlijk aan het aankopen en hij zocht een mooie locatie daarvoor.
En kasteelhuis Ruurlo, dat vond hij eigenlijk wel een hele fantastische, plek. Toen hebben we het opengesteld voor verkoop en zeer tot mijn vreugde heeft hij erop geboden met een prachtige prijs. Met een geweldig doel om er een dépendance van te maken. Wanneer dat nou niet het geval was geweest, hoe lang had dit dan nog geduurd met kasteel Ruurlo? Ja, dat weet je nooit. Er zijn biedingen geweest, maar hij had veruit het mooiste doel, wat ook het snelst realiseerbaar is. Hij had ook de mooiste prijs. Maar er waren ook biedingen met een andere prijs. En ik denk dat je ook daarmee tot, ik wil niet meteen zeggen tot een overeenstemming zou kunnen zijn gekomen. Maar dat was in ieder geval wel het bespreken waard. Hij wil snel zaken doen, want hij is al druk bezig met Gorssel. Daar heeft hij een van de grootste toparchitecten van Nederland voor gevonden. Hans van Heeswijk, die gaat daar een prachtig stuk aanbouwen. Dat is echt top. Zelfde man die op het ogenblik aan het Mauritshuis bezig is en die de Hermitage in Amsterdam heeft gedaan, nou, dan kun je echt wel wat. En hij zoekt, begreep ik van hem ook, vrijwel tegelijkertijd een hele goede restauratiearchitect voor het kasteel. Maar dat moet u zelf maar eens vertellen. En dat wil hij eigenlijk een beetje parallel laten lopen. Dus hij streeft erna eind 2013, begin 2014 zijn cultuurpaleis open te stellen. Aan tafel is aangeschoven Remco ten Barge van het CDA. Remco, hoe moeilijk was het woensdag voor je? Nou, de dag was niet moeilijk, maar de uitslag s'avonds wel. 13 zetels, dat had ik absoluut niet op gerekend. Nee, dat het moeilijk ging worden, dat wisten jullie? Ja. Maar dat het zo moeilijk ging worden, dat wisten jullie niet? Nee, en de eindsprint van VVD, PvdA, dat heeft ons ook zetels gekost. Die tweestrijd, die heeft behoorlijk wat mensen ook op hun spoor gezet natuurlijk. Ja, ik hoor ook mensen om me heen die toch zeggen strategisch. En, ja, dat is nou nu precies voorbij voor de CDA, gewoon wegwezen nu. Wat heeft christelijk nou nog met politiek te maken? Ze gaan niet meer niemand gaat meer naar de kerk en niemand gaat meer biechten. En dan de christelijke waarden en normen, daar heeft toch niemand het meer over? Nou ja, die hebben we volgens mij allemaal. Zeker hier. Maar opdoeken, als ik het zo mag zeggen, dat is absoluut niet aan de orde. Ik heb de afgelopen periode en ook afgelopen jaar in een landelijke academie binnen het CDA gemerkt hoe breed die basis is. Die nieuwe basis die je op de lijst ziet. Dat hoor ik elke keer, hoe breed die basis is. Fantastisch, maar 2002 zagen we Gelderland helemaal groen kleuren. Mm. 2012 zien we Gelderland rood en blauw kleuren. Dat is in 10 jaar tijd een afname van behoorlijk wat hier in de Achterhoek. Terwijl de Achterhoek en de Gelderland, Oost-Gelderland, bekend stond als een CDA-bolwerk. Ja. Hoe verklaar je dat nou? De CDA is nog steeds groot in de Achterhoek. Dus dat is in ieder geval iets wat we ook tijdens de campagne zo wilden houden. En ook hier is het achteruit gegaan, maar nog wel veel groter dan landelijk. Ja, de teruggang verklaren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf 6 jaar lid ben van het CDA en een paar jaar actief als gemeenteraadslid en nu op de lijst. Dat kan snel gaan, maar voor die tijd was ik er niet zo mee bezig. Ja. Maar ik zie ook de teruggang in de zetels, maar de sfeer zoals ik die nu ervaren heb in de huidige campagne kan niet vergelijken met de vorige keer, maar is gewoon goed. Okay. En iedereen is positief. Dus je zegt, intern kun je bouwen, wat jullie grote voorganger ook zegt. Intern kun je bouwen en dan kijken of het extern ook door gaat werken en of de stemmen op gaat leveren. En ja, natuurlijk had ik verwacht dat het nu al wel meer stemmen op zou leveren. Ja, maar je hebt ook je best gedaan, want je stond op 53 geloof ik, hè? 53 en je wilde met voorkeurstemmen wilde je in de Kamer komen. Ja, rechtstreeks. Ik dacht, de tijd van Lubbers is voorbij, dus zoveel zetels zal het niet gaan worden. Maar ja, er is een enorme campagne gevoerd, ook voor de Achterhoek, omdat ik de enige Achterhoekse kandidaat op de lijst ben. En dat was al een reden van, het is hier een enorm CDA-trouw gebied. Dus we hebben ook de hele lijst hier naartoe gehaald. Ja. En dat was iets belangrijks. Maar ook gewoon, Maar ook in Twente werd geknokt om de voorkeurstemmen. En met succes. Pieter Omtzigt zit erin als financieel specialist. Ik heb zelf ook een financiële achtergrond. En ik vind het fijn om te zien dat hij... Baal je daar niet vreselijk van? Hij wel en ik niet? Nee. Eerlijk zijn, hè? Ja? Geen politiek antwoord geven nou, hè? Nee, niet politiek correct. Maar ik ben heel blij dat hij erin zit. Hij gaat nu ook de Achterhoek vertegenwoordigen. Ik ken hem persoonlijk, dus dat is wel iets... Hebben jullie contact met elkaar? Ja, we hebben elkaar gesproken voordat de campagne begon. Ja, hij komt uit Twente, ik uit de Achterhoek. Ja. En we wilden allebei flink campagne voeren. Hij heeft natuurlijk jarenlang ervaring in Den Haag.
En hij zei, ja, we doen allebei ons best. En als het mij lukt, wel lukt en jou niet, en dan houden we contact. Dus ik heb naast hem nog heel veel andere mensen leren kennen, dat ik in ieder geval de spreekbuis vanuit de Achterhoek naar Den Haag kan zijn. Ja. Dus het houdt niet op nu met deze uitslag. En de campagne voor de volgende verkiezingen is gisteren begonnen, wat mij betreft. Dat is wel, ik vind dat heel, heel optimistisch om te zeggen van donderdag eventjes de dag om te slikken. En even de dag om de kaarten te verwerken. En vrijdags hup weer er tegenaan. Maar wat gaat de toekomst brengen? Ja, maar het is wel natuurlijk de houding natuurlijk. Ja, dat hoort het ook. Zo moet het tegenaan. Ja, daaraan zeggen. Daaraan, ja, ja, nou, precies. Ja, ja, dan kun je wel weer negatief zijn. Maar... Ik ben niet hoezo ben ik negatief? Ja, omdat dan gewoon die jongen die gelooft erin, die gaat ervoor. En die doet dat ook. Hup, uitschudden, hup. Hoe gaat de toekomst er voor je uitzien? Ja. Want er is een kink in de kabel gekomen, je gaat niet de Kamer in. Ja, kink in de kabel. Ik zat gewoon vol overtuiging campagne te voeren. En ja, ik zit er niet met voorkeurstemmen in. Wel duizenden voorkeurstemmen. Ja. En dat geeft veel steun. Dus kiezers, bedankt. Ja. Ja. En ik ga gewoon door. Ik ben gemeenteraadslid. En zal ook in Den Haag het een en ander doen wat mij betreft op financieel gebied. Want er zijn veel te weinig financieel specialisten daar. En als ze niet in de Kamer zitten, dan maar aan de zijlijn. Dus daar wil ik er graag één van zijn. En ja, dan ziet de toekomst er prima uit. Ik heb mooi werk en de politiek gaat wel door. En een baan. En een baan. En een baan. Ja, precies. Ja, nee, ja, gaat de CDA nog een rol spelen in de formatie? Denk je? Ik denk het niet. Als wij gevraagd worden om mee te regeren, ja, ik kan daar moeilijk iets over zeggen. Maar als ik kijk naar de lijst, de nieuwe lijst, hoort daar ook bij van nu even niet meer regeren. Maar ik weet niet hoe het natuurlijk gaat. Buma heeft het ook gezegd, hè? De past ons nou even pas op de plaats en eventjes de achterhoede. Twee jaar geleden kan ik me ook herinneren dat ongeveer hetzelfde werd gezegd. Ja, uiteindelijk kwam het ook in de regering, dus ik vraag het me af. Ja. Maar even een pas op de plaats, dat is in ieder geval een besluit dat CDA genomen heeft. En dat, maar dat politiek kan ik is altijd een besluit nemen en dan altijd en dan kijken wat je terug kunnen doen. Komen. Ja. Ja, compromissen die zijn aan de orde van de dag, dat klopt. Maar ja, ik zit zelf in de oppositie in de gemeenteraad en ook van daaruit kun je heel veel bewerkstelligen. Ja, dat merk ik iedere keer als we die vergaderingen hebben. Maar ja, wat dat betreft, de twee grootste, de winnaars, en ook even de felicitaties voor Johan Houwers en Otwin van Dijk, want het is goed voor de Achterhoek. Ja. Zag er niet naar uit dat zij erin zouden komen en dat is gelukt. Dus dat is gelukt. We zijn goed vertegenwoordigd. Ja. We gaan zo meteen naar een afrondend gesprek. Ik wens je wat de toekomst betreft binnen het CDA ontzettend veel succes en heel veel plezier ook. Want er moet vooral veel plezier gemaakt worden. Dat kan tenminste met Buma weer. Er kan dan gaan lachen worden. Dat vind ik geweldig. Het is een mooie club. Ja, dat vind ik ook. Ik heb altijd zoiets van, er moet flink gelachen kunnen worden. Ja, nou ja. Dat is ook belangrijk. Hoe gaat jouw toekomst er verder uitzien? We gaan naar de slotronde, we gaan naar de afronding. Hoe mijn toekomst eruit gaat zien? Nou ja, als ik straks klaar ben, ik heb nog een jaar te gaan in Brussel. En dan kom ik ook weer hier terug in de Achterhoek in eerste instantie. En ik, nou ja, goed, wat ik al zei, door de positieve kritiek ook op de film en veel enthousiasme wat ik daarvan heb meegekregen, heb ik wel zoiets van, nou, dit is best een interessante gebied om te blijven films te blijven maken. Ja. Speelfilms of ook... En ook de Achterhoek als locatie zeker te gebruiken. Ja, absoluut. Geweldig. Ja. Er is goed gereageerd op jouw opleiding op de film. Ja, absoluut. Ja, heel positief. Ja, want ik heb in mei al aan mijn docenten moeten laten zien en ze waren zeer positief. Kijk, dus dat was al fijn. Altijd is hem trots op te lezen. Ja, natuurlijk. En dat is ook daarom ging ik ook met een gerust hart die vertoningen van de film doen in een filmhuis in Lichtenvoorde. Ja. En dat durfde ik dan ook wel aan. Ik denk van, nou ja, er is in ieder geval in eerste instantie al positief op gereageerd. Goed dus dan zo. Durf ik dat ook wel aan. Mooi. Ja. We verwachten veel beelden van je. We verwachten mooie, spannende beelden. Ik ga er zeker films. Mijn best doen. En Wiel, spannend zaterdag. Wie gaat het worden? Heb je zelf een idee wie het gaat worden? Nou, we hebben het dan natuurlijk over de finale van Sterrenspringen. De finale van Sterrenspringen. We hadden van tevoren had ik nog gevraagd voordat ik meedeed. Van, ja, maar luister, ik maak natuurlijk geen kansen. Vergeleken met Jori van Gelder en met de Ralf Makkenbach. Ja. Een klein jongetje van 16 jaar. En toen zeiden ze, nou, we houden er rekening mee. Gewoon met jouw afwijking, de corpulentie en met je leeftijd en dergelijke. Ze hebben een formule bedacht. Ja, ja. Nou ja, dus er zijn er vier overgebleven uiteindelijk. Ik denk dat Jori van Gelder eigenlijk de grote kanshebber is. Maar Jody Benal deed het natuurlijk ook fantastisch. Die had de zwarte kaart gekregen, die is er weer terug mogen komen. Precies. Die Ralf Makkenbach is natuurlijk ook fantastisch. Ze zijn goed, hè? Die Dirk die doet het ook hartstikke goed. Ja, ja en dan heb je nog Lisa. Ja, die heeft met mij op het eiland gezeten. Dus afgelopen jaar met ook tot het SBS, dat is Schat van Oranje. Ja.
ja, dat meisje ontwikkelt zich wel heel goed. Dat is, die heeft wel ook aanleg daarvoor. Dus die geef ik. Dus met andere woorden. Je gaat er met belangstelling ga je het. Je gaat er met belangstelling ga je ja, naar ik ga morgen ben erbij. Ik ben erbij natuurlijk om ze toe te juichen. En daarna, ja. Na het springen. Dat grote zwarte gat. De grote zwarte gat? Ja, welk grote zwarte gat? Betekent dat, ben je getrouwd met een 9 in? Betekent dat je... Nou ja. Betekent dat je weer de politiek in gaat? Heb je nog politieke ambities? Nou, ik moet zeggen, ik heb wel politieke ambities. Maar mijn vrouw zegt, denk erom dat je het niet doet. Ik heb in 2003 heb ik mijn eigen politieke partij gehad, dat weet je. Er zijn heel veel stemmen van mensen die mij gebeld hebben. Gezegd, maar luister, Raadman, beginnen nou mee. Want het CDA, dat is natuurlijk één grote klotenzooi. En de rest van de partij, PvdA en VVD, hetzelfde laken in de pak. Het is natuurlijk, we worden verkocht gewoon aan Europa. Dus we moeten daar gewoon actie aan ondernemen. Ja. Maar ik moet je zeggen, ik heb het zo druk met mijn eigen handel. Dus ik geef nog steeds heel veel seminars. Ik zit over de hele wereld, in China, Turkije, Dubai. En ja, aan de andere kant denk ik bij mezelf, als ik hier nou weer terug ga naar Nederland en daar in de politiek ga. Ik denk, het is een slangenkuil. Je moet een speciale mentaliteit hebben. Je moet niet zeggen waar het op staat. Klopt dat? En ja, ik zeg gewoon daar waar het op staat. Nee. Dus ik, jawel, je moet altijd maar omheen gaan. En ik zeg gewoon wat ik ervan vind. En dat is eigenlijk niet politiek waardig. Okay. Je moet politiek, dus moet je altijd even op je woorden letten. Remco, je rijdt straks Lieveld in. Dan is het, dan is het weekend. Je komt in het café even een biertje drinken. Even uit de sleur. En alle wat zeggen de mensen weg dan tegen je? Nou, goed gedaan, want de vraag is allemaal hoeveel voorkeurstemmen heb je. En ik heb niet de tijd gehad om ze allemaal, alle stembureaus te bellen om dat nu al te tellen. Want ik moest gewoon werken. De leven gaat wat dat betreft door na de uitslag. Ja. Maar ik verwacht ook veel positieve mensen om me heen. Dat we in ieder geval goed campagne hebben gevoerd. En dat het leven weer normaal is zonder de borden langs. Maar bestaat er ook nog een leven buiten de politiek? Ja, met vrienden heb ik het eigenlijk nooit over de politiek. Met familie ook heel weinig. Dus, ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Nou, dit weekend even rustig aan. Ja. Dat is een tijdje geleden. Even heilig een politiek dier, vind ik hoor. Ja? Nu al? Ja, kijk, nu al. Ja, dat denk ik toch. Ja, ik moet hem wel te vriend houden, want straks als hij in Den Haag zit op de pluche, precies, dan kunnen we hem nog een keer bellen. Precies. We gaan je in de gaten houden wat er verder gaat gebeuren. Ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Dit weekend? Nee, vrij rustig. Ik heb... bezig voor de volgende film. Ik ben al een beetje door de Achterhoek aan het gaan en ideeën op aan het doen. Dus dan kan hij vroeg genoeg beginnen. Leuk. En waar jouw weekend uit gaat bestaan is voornamelijk kijken naar die sterren die springen. Nee, ik moet morgen nog een workshop doen in Maastricht. En daarna ga ik naar Eindhoven, want daar is dus dan de finale. En ik vrijdag, zaterdag, zondagmorgen vlieg ik naar Lissabon, want ik moet een seminar geven. En zo heeft iedereen weer het zijne te doen. Ik heb een heerlijk weekend voor de boeg. Ik hoop dat u ook een heerlijk weekend voor de boeg heeft. Want dat gun ik toch iedereen. Bedankt voor het kijken. Jullie bedankt voor jullie komst hier naar de studio in Didam natuurlijk. Maandag is er weer een nieuwe Gelderland Vandaag. En voor meer informatie over dit programma surft u naar www.focus.tv. Heeft u tips? Of wilt u misschien zelf eens in dit, hier aan tafel komen? Laat het weten via de site, Twitter of Facebook. Fijn weekend, tot de volgende keer. Dag.